Het valt op, 2 meter afstand is belangrijk, omdat u weet dat de deskundigen hebben aangegeven dat alleen als je een bepaalde afstand houdt van elkaar, kan je voorkomen dat die verspreiding plaatsvindt. If eventueel die nabirti fuansma sang de besmet naar COVID-19. Oesabiba, gisteren heeft het moment plaatsgevonden op de verschillende locaties in alle 10 districten. Hebben de politieke partijen de ruimte gekregen om een lot te trekken. En tapalot, neng voor apartheid kon. En bakadatida, wahare harbakada, een nummer kon. Een nummer is op te maken met de stembiljetten. Theo gooi naar hokje voor de stem. Dat je hebt een biljet bij alle sani, alle partijen, die tapu naar alle kandidaten, die niet tapu. Maar voor sap, ze moeten het op eerste lijn, tweede lijn, derde lijn, vierde lijn. Dat is er een harding lot. We hebben in de straat het gedeelte van Paramaribo Noordoost gebracht. Dus vandaag in deze editie van de straat gaan wij richting Wanica. Omdat ook daar 17 partijen hebben aangegeven dat ze meedoen met de verkiezingen. En ook de 17 partijen hebben gisteren de ruimte gehad om hun positie op de stembiljetten te bepalen. Mag ik u allen feliciteren met de loting. Heel veel succes zou ik zeggen. En ik wil dan even snel een resume houden. Jean, mag ik de microfoon aan u overhandigen? Dat wil ik zo niet. Dank u wel. Ook van mijn kant, goedemiddag. 1, Pro. 2, VVD. 3, DA91. 4, PL. 5, ABOP. 6, NPS. 7, SDU. 8, NDP. 9, DNW, 10, A20, 11, HVB, 12, DOE, 13, SPA, 14, BEP, 15, VHP, 16, PALU en 17, STRE. Wat wij nu zullen gaan doen, de verzamellijsten opmaken voor de diverse organisaties om dan op te sturen naar Paramaribo. En hierna sowieso alle politieke partijen heel veel succes te wensen. Ze kennen nu hun plek in het kiesdistrict Wanica. En ik denk dat de rest voor hun weggelegd is. Zij kennen de taken verder. En nogmaals heel veel succes voor de politieke organisaties. Met betrekking tot de stembureaus, die zijn vanuit Binnenlandse Zaken inderdaad al vastgesteld. Maar inderdaad met de protocollen in achtneming hebben wij zeker aan tafel gezeten met de diverse actoren om dat hoog in het vaandel te houden. Inderdaad, als er een verruiming moet plaatsvinden, dus laat mij een voorbeeld geven. We hebben bijvoorbeeld op een school 2 stembureaus, dat we ze niet allernaast elkaar plaatsen. Een beetje ver uit elkaar, dat denk ik dat wij toch wel ook rekening hebben gehouden met de protocollen van COVID. Zijn uw medewerkers al getraind? Absoluut. Met BISA is er na deze situatie zijn ze viraal gegaan om de trainingen verder voort te zetten. En ook stembureau personeel van het district is op deze manier dan getraind. Als we kijken naar de kiezers, dan zien we dat het verruimd is. Er zijn meer partijen erbij gekomen. Wat betekent dat voor Wanica? Wij zien dat Wanica dan in ontwikkeling is, zeker als het gaat om niet alleen de politieke partijen, maar met betrekking tot ook ontwikkelingen op landbouwgebied, op mijnbouwgebied, zeker ook handel, de handel. Daar zien we echt wel een expansie in het district. Maar we zien een stukje vooruitgang en ontwikkeling. De straat.